alle kijkers en livestreamers heel, heel hartelijk welkom op deze laatste avond van deze week van gebed. Amen. Niet de laatste avond van gebed, maar de laatste avond van de week van gebed. Amen. Want dit doen we altijd. Yes. En wat een avond hebben we hier gehad. Ja, echt fantastisch. Met Gods geest in het midden. Dat maakt mij blij, hè? Ja, ja, ja. Wat mij dankbaar maakt is dat de aanwezigheid van de Heer er is. Want zijn tegenwoordigheid is God die tot je praat. Is God die zegt van, ik vind dit fijn. Er staat, hij troont op de lofzang van zijn kinderen. En als Gods tegenwoordigheid komt daar waar hij het mee eens is. Als hij het niet mee eens is, is dat niet zijn gewoonte om te komen. Want hij wil zich thuis voelen bij mensen. En ik ben zo blij dat we de afgelopen dagen de tegenwoordigheid van God zo krachtig hebben gevoeld in ons midden. Dat bemoedigt de hemelburger om voorwaarts te gaan. Amen. Halleluja. Amen. Wauw. Weet je wat ook een mooie is? Ja. Wie lof offert, wie lof offert, eert mij, zegt de Heer. En niet alleen we eren hem, maar we banen de weg. We banen de weg. We banen de weg. Dat we zijn hel doen zien. En wat, we hebben hel gezien deze week. Echt wel. Wauw, de openbaring vanuit Gods woord is zo krachtig. We hebben zijn hel gezien, Amen. Maar ik geloof zeker dat we zijn hel zien in de gebeden die we hebben opgezonden. Absoluut. Wauw. En we kregen een krachtige avond. Amen. Ons hart is vol met de boodschap van vanavond. Ik zou tegen alle livestreamers willen zeggen, heel hartelijk welkom. Alle campussen. Amen. Breda, Curaçao, Dordrecht, Delft, Gouda, Roermond, Leerdam, Terneuzen, Spijkenisse. Wat nog meer? Mis ik iets? Ja, Curaçao heb ik al genoemd. Alles wat nog komen Alles wat nog komen moet. Heel, heel hartelijk welkom. En we zijn blij om getuigenissen te horen van mensen die thuis zitten te livestreamen. Hoe Gods geest ook daar bij je is. Hoe je ook ervaart van, dit is de geest van God die met ons bezig is. En ook vanavond, wij gaan vanavond bijzonder bidden voor de gemeente van de Heer. En we gaan je inspireren vanuit Gods woord. En dan gaan we als rechtvaardigen geloven in het machtige gebed vanavond. Als we bidden voor de gemeente van de Heer wereldwijd. Nederland, Curaçao, het Caribisch gebied. Sommigen hebben gevraagd, wil je speciaal bidden voor het Caribisch gebied? Dat doen we sowieso. Echt waar. En we gaan vanavond geloven dat de gemeente van de Heer krachtig en krachtiger voorwaarts zal gaan. Prijs de Heer. Oké, de zaal mag... Je mag elkaar zegenen door even aan elkaar te zwaaien. God zegen, ja. Prijs de Heer. En ook u thuis, God zegen. En wij gaan gelijk naar het woord van God. Ja. En de pianist mag gewoon ons blijven begeleiden als hij dat wil. Ja. Nou, we hebben het deze week gehad over het machtige gebed. Dit doet me zo goed, hè? Ja, heel mooi. Het machtige gebed van een rechtvaardige. Man, dit geeft de hemelburger moed. Want elke hemelburger, elke wederomgeboren gelovige is een rechtvaardige. Amen. En de Bijbel zegt, het machtige gebed van de rechtvaardige vermag veel. Amen. Maar het is wel zo dat God instructies geeft over het gebed. Yes. Bidden heeft instructies. Het is niet zomaar het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Laat ons gaan naar Jacobus 5, vers 16 en 18. Om te zien in wat voor atmosfeer God dit zegt. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel als de rechtvaardige bepaalde sleutels doorheeft. En dit hebben we bewaard voor vanavond, want we hebben al 3 avonden van onderwijs gehad. En ik wil je hart opwekken vanavond om God te verwachten dat hij je nieuwe inzichten en openbaringen geeft. Nu, misschien kan jij het lezen. Jacobus 5, vers 16 tot 18. Beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Dus heel mooi, hè? Want hier staat het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En dan brengt de Heilige Geest
ons in contact met Elia. Om ons dingen te leren. Ja, mooi. En voordat hij dat doet, want het zijn is instructies. Dat is instructie. Het is niet zomaar dat hij Elia aanhaalt. Elia heeft, ik weet niet hoeveel jaren daarvoor geleefd. Maar hij wordt hier aangehaald omdat hij principes van God heeft gekregen die hij gebruikt heeft en ze hebben gewerkt. En dan zegt hij, beleid elkander uw zonde en bid voor elkaar. Eigenlijk zegt hij hier, zorg dat je hart vrij is. Eigenlijk zegt hij, wie wil bidden moet zorgen dat je hart vrij is. Ja. Als je met een boos hart rondloopt de hele tijd. Je loopt rond met haat en al die dingen. Je wil niet vergeven. Dan weet ik niet of het gebed van de rechtvaardige zal werken. Want hij begint ermee. Hij zegt, beleid elkaar je zonde. Dat wil zeggen, als je dingen fout hebt gedaan, yo, sorry, vergeef mij. Dat toont dat je nederig wil zijn. Ja, want we maken fouten. Ja. We maken allemaal fouten. Mm-hmm. De enige die geen fout heeft gemaakt was Jezus. Mm-hmm. We maken fouten. Ja, ja. En dan zegt hij, maar wees nederig en zeg, sorry man, houd je hart zuiver. Mm-hmm. De Bijbel zegt, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Dus zorg dat je hart vrij is naar God. En daarom staat er ook, God zoekt naar waarachtige aanbidders. Mm. Wat houdt dat in? God wil dat je komt met een open hart, niks verbergt, niks weghoudt. Gewoon komen zoals je bent. Mm-hmm. Dat is mooi, toch? Ja, ja. Oké, en dan zegt hij, daarna zegt hij, het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Amen. Dus je moet God niet in de weg staan dat hij geen kracht eraan kan verlenen. Wow. Want God verleent er kracht aan, ja, ja. En hij wijst je de weg, ja, ja. Hoe die kracht te laten werken. Ja, ja. En dan zegt hij, Elia was slechts een mens. Mm-hmm. En dan zegt hij, zoals wij. Ja, maar dat moet je begrijpen. De vraag is, als Elia een mens was zoals wij, en je keert het om, dan horen wij een mens te zijn als Elia. Hij is een doordenker wel. Als Elia een mens was zoals wij, en wij hier is de gemeente van de Heer. Wow. Wij hier is God praat tot zijn gemeente. Mm-hmm. Want de Jacobusbrief is geschreven aan gelovigen. Dus eigenlijk zou de gelovige moeten zeggen, ben ik een mens als Elia? Met andere woorden, volg ik de route die hij gevolgd heeft. Wow. Dat is mooi, hè? Elia was slechts een mens zoals wij. Wij zijn ook mensen die met God wandelen. En Elia wandelde met God. En dan zegt hij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou. Moet je de impact van zijn gebed zien, hè? Moet je de impact van deze man zijn gebed zien? Maar waar ik om moet lachen is dat de Bijbel zegt, Elia was slechts een mens. Ja. Het laat eigenlijk zijn dat de Heer niet heel veel nodig heeft. Precies. Om een krachtige mens. Nee, helder. Slechts een mens als wij. Ja. God wil eenvoudige mensen gebruiken. Ja. En het is niet onze kracht, het is Gods kracht. Ja, amen. Is mooi. Is mooi, hè? Ja, is mooi. Hij was een mens slechts als wij. En hij bad een gebed. Mm-hmm. Dat het niet regenen zou. En het regende niet. Mm-hmm. 3,5 jaar lang. Dus dit was geen toeval. Het was niet zo, het heeft 2 weken niet geregend. 3,5 jaar niet. Hij zei dan op mijn woord, tenzij op mijn woord komt er geen regen. En dat komt omdat God hem die instructie had gegeven. En dan staat er, en hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde deed haar vrucht voortspruiten. Nou, wat zijn de sleutels in het leven van Elia? Elia was een profeet. De gemeente van de Heer wordt hier vergeleken met een profeet. Dit is diep hoor. Wow. Dit is diep hoor. Ja. Want Elia was een mens slechts als wij, maar hij was een profeet. En eigenlijk vergelijkt God al zijn kinderen in dit opzicht met de profeet, omdat ook wij profetisch horen te zijn. Wow. Dit is diep, dit is diep, dit is diep. We horen profetisch te zijn. Wow. We zijn niet allemaal profeten, dat zeg ik niet. Maar we horen wel allemaal profetisch te zijn. De Hebreeënbrief, de openbaringbrief zegt, de geest van Christus is de geest van profetie. Ja, heel mooi. Wow. Begrijp je dit? De geest van Christus is de geest van, het getuigenis van Christus is het. Het getuigenis van Christus is de geest van profetie. Met andere woorden, iedereen die van Christus wil getuigen, moet profetisch zijn. Met andere woorden, je moet God horen praten. Mm-hmm. Gebed heeft power als je God kan horen praten. Wow.
Om effectief te bidden moet je God horen. Dat is wat jij zegt. Ik bid nooit zo, maar ik begin God te aanbidden, God te prijzen, God groot te maken. Ik zoek richting. Want Elia was een profeet die hoorde wat God wilde. Want God zei tegen hem, ik wil dat er geen regen komt. En later zei God, ik wil dat er regen komt. Dus de man was een profeet die hoorde. Dus als wij zeggen, Elia was een mens slechts als wij, moet je daarin niet vergissen. En denk ik hoef niks te doen en van alles zal gebeuren. Nee, je hoort je oren te openen en God de gelegenheid te geven om tot je te praten. Wow. Dit is mooi, hè? Heel mooi. Want Elia, ik moet hem bestuderen nou. Ja, ja. Want deze man heeft dingen gedaan. Mm-hmm. Man, je klom breekt om het zo te zeggen. Mm-hmm. Heeft dingen gedaan, het regent 3,5 jaar niet. En dan regent het weer na 3,5 jaar. Ja. Dus ik moet die man bestuderen. Amen. En hij heeft niet op eigen houtje deze dingen gedaan. Elia was vastgeplakt aan de geest van God. Ja. Want de Heere sprak tot Elia. Ja. In 1 Koningen 18 kan je het lezen. Ja. De Heere sprak tot Elia. Ja. En God wil tot ons praten. Door zijn geest. Door zijn woord. Dus om een krachtig gebed te hebben, moet de rechtvaardige profetisch zijn. De rechtvaardige moet in contact staan met de Heilige Geest. De rechtvaardige moet de wil van God weten. De rechtvaardige moet gaan voor de wil van God. Nu, wij zijn wederom geboren om rema-woorden te ontvangen van God. Wij zijn wederom geboren om te wandelen in rema. Mm-hmm. Waarom? Elia wandelde in rema. Elia die liep niet zomaar rond maar te doen wat hij wilde. Elia wandelde in rema. Hij wandelde in wat hij van God gehoord had. Amen. Hij wist, dit is de wil van God. God wil dat het niet regent. We gaan daarin wandelen. God wil dat het regent. We gaan daarin wandelen. Dus als wij een krachtig gebed willen hebben, juist, moeten we de wil van God zoeken. Ja. Jezus had dit. Ja. Doeltreffend gebed is afhankelijk van ja, rema woord van God. Precies. Wow. Precies, doeltreffend gebed is afhankelijk van het rema-woord van God. En dit klopt, hè, want de Bijbel zegt, de geest wil door je heen bidden. Romeinen 8 zegt, de geest pleit in ons. Yes. Wow. Ik hoop dat je dit pakt. Wow. Dus bidden is niet zomaar, je kan kijken waar ik wil. Nee, je hoort contact met de Heilige Geest te hebben. Want Hij wil je leiden in dingen. Hij wil je inzicht geven in dingen. Romeinen 8 zegt, de geest bid door jou. Wow. Elia deed dat. Ja. Elia bad niet dat, hoe moet ik het zeggen, dat bomen niet zouden groeien. Hij bad geen regen. Ja. Dat is de wil van God, dat gaan we doen. Hij bad niet dat er geen huizen gebouwd worden. Nee. Hij zei, nee, de Heer heeft gezegd, geen regen, daar ga ik me op focussen. Yes. Dus als wij worden vergeleken met Elia, moeten we ons oor open om te willen luisteren naar God. En hoe doe je dat? Door met hem te wandelen en die relatie te ontwikkelen met hem. Dit is wel erg belangrijk. Oeh. Dit is erg belangrijk. Oeh. Want hoe weet je nou dat iets rema is, ja of nee? Precies. Door in Gods, if you linger enough in His presence, you will understand juist rema. Juist. Als je lang genoeg in Gods tegenwoordigheid blijft, ga je rema begrijpen. Juist. Dit is bijna niet aan te leren. Als je lang genoeg in Gods tegenwoordigheid blijft, ga je rema leren. Daarom lees je 1 Koningen 17. Toen kwam Elia. Laat het even voor je opzoeken. Het is zo wonderlijk. Mm. Want het lijkt alsof hij nergens vandaan komt. Maar vergis je niet. 1 Koningen 17. Toen zeiden de Heere tot de Tisbiet Elia. Eigenlijk hiervoor lees je niks van die man. Nee, klopt. Ja. Je leest geen woord van hem. Mm-hmm. In één keer is hij daar. Maar hij kwam uit Gods tegenwoordigheid. Wow. Deze man heeft met God gewandeld. Want er staat, toen zei de Heer tot hem. Dus er was contact. Wow. Toen. Ik geloof dat dat een hele belangrijke sleutel is. Wow. Als je leven is. Ja. Toewijding aan God. Ja. Je zoekt hem. Je leest de Bijbel. Je kent het woord van God. Het woord van God woont rijkelijk in je. Wow. Ik bedoel, er zijn drie bronnen die kunnen spreken. Ja. Het is of jijzelf,
of de vijand, ja, of de bron komt uit precies, God. De Heilige Geest. En als jouw leven niet in lijn is met de wil van God, moet je voorzichtig zijn. Helder. Want dan kan er een andere bron tot je spreken en dat is de vijand. Ja, precies. Maar als je leven in lijn is met het woord van God, dan kunnen de gedachten van jezelf komen, maar die onderscheid je ook wel. Maar als je leven in lijn is met de wil van God en het woord van God, mag je ervan uitgaan dat wat je ontvangt, rema is. Precies. Daarom staat er, beleid elkaar de zonde. Mm. Zorg dat de weg vrij is. Juist. Zorg dat de weg vrij is. Je hart. Zorg dat je hart vrij is. Juist. En als je hoe ben ik Gods stem gaan verstaan? Door gewoon in zijn tegenwoordigheid te blijven. Zo simpel is het. Mm. Praten met hem, het woord lezen, mediteren, hem vragen, Heer, ik wil uw stem verstaan. Dan groeit er iets tussen jou en hem. Er is zoveel tussen ons tweeën gegroeid de afgelopen 32 jaar. Dat wat het nu is, was het 32 jaar geleden niet. Het was ook fijn 32 jaar geleden. Maar in die tussentijd is er zoveel gegroeid tussen ons. Jij kent mij op een andere wijze, ik ken je op een andere wijze. En wat hebben we nou voor gedaan? We zijn er niet voor naar de universiteit gegaan. We zijn gewoon bij elkaar gebleven. Praten met elkaar. Omgaan met elkaar. Jij leest mij. En ik denk dat ik je ook kan lezen. Maar mijn punt is. Dat is het gevolg. Van met elkaar omgaan. Is elkaar kennen. En dus. Een christen hoort dagelijks met de Heilige Geest om te gaan. Met het woord om te gaan. Linger enough in his presence. Yes. And you will understand and hear his voice. Amen. En dan staat er hier, toen kwam Elia. Wow. Maar het is niet zo dat hij de wildernis gewoon kwam en denkt, hey, waar ben ik mee bezig? Nee, want de Heer sprak tot hem. Toen zeide de Geest van God tot Elia uit Tisbe in Gilead. Hè? En God stuurt hem dan. Dus wat ik je hier wil vertellen is dat Gods tegenwoordigheid hoort sterk in ons leven te zijn. Amen. En wij horen in die tegenwoordigheid te leven. En dan een van de sleutels is, Elia wandelde in het Rema-woord. Wow. Nou, elke christen heeft een Rema-woord. Toen je verlost werd, heeft de Heer gezegd, je bent verlost, mijn erfenis is van jou. Ja, amen. Elke christen heeft dat Rema-woord. En als je erin gaat wandelen, ga je nog meer Rema-woorden krijgen. Als je niet begint, gaat er niks gebeuren. Hij zegt, nader tot mij en ik zal tot je naderen. Dus op het moment dat je God zoekt, gaan rema dingen vrijkomen. Amen. Ze komen vrij. Zoek en je zal vinden. Zoek en je zal vinden. Ja, klopt, er zal opengedaan worden. Het kan een lied zijn. Roep, ik zal antwoorden. Wat staat er? Ja, ja, ja. Het kan een lied zijn waardoor hij spreekt. Het kan een preek zijn. Ja. Het kan iets wat gelijk in je hart komt. Ja. Het kan een bijbeltekst zijn wat je leest. Ja. Het kan een droom zijn. Ja. Het kan een visioen zijn. Ja. Het kan een profetische indruk zijn. God heeft heel wat methodes om je te bereiken. Ja, amen. En dus, wat waren de sleutels van Elia? Hij wandelde in Rema. Wij worden letterlijk vergeleken met Elia. Hij was profetisch. Hij bad ook profetisch. Want toen hij tegen Ahab zei, er komt regen, is hij de berg opgeklommen en hij ging bidden. Ik denk dat hij gezegd heeft, Heer, u heeft gezegd, er komt regen. Ik dank u dat er regen komt. Dus hij ging profetisch bidden. Wat deed hij nog meer? Hij proclameerde profetisch. Want hij zegt tegen Ahab, ik hoor het geruis. Ja. Daar is een geruis van een stortregen. De man proclameert profetisch. Ja. Dus hij wandelt profetisch. Ja. Hij bidt profetisch. Hij proclameert profetisch. Mooi. Is dit mooi of niet? Ja, heel mooi. Wow. Is dit mooi of niet? Is mooi. Wow. Hij wandelt profetisch. God heeft me het Rema-woord gegeven. Het zal niet regenen. En geloof het, het gaat niet regenen. En dan gaat hij profetisch proclameren. Hij gaat naar Ahab en zegt, hey, er komt voorlopig geen regen. Want de Heer heeft dit gezegd. Jullie lopen bij God weg. Je doet wat je niet moet doen. Er komt voorlopig geen regen. Hij proclameert profetisch. Hij wandelt profetisch. Na 3,5 jaar wandelt hij weer profetisch. Hij zegt, en hij gaat het proclameren. Er komt regen. Nu, dus de sleutel voor ons is dat wij profetische mensen zijn. We moeten profetische mensen willen zijn. We moeten profetisch willen bidden. Profetisch proclameren. 3 belangrijke dingen. Profetisch wandelen. Profetisch bidden. En profetisch proclameren.
Nu, gebed voor gebed is belangrijk om effectief te zijn. Of laat ik het nog anders zeggen. Voor gebed om effectief te zijn, zijn deze drie dingen essentieel. Amen. Rema wandelen, profetisch proclameren, profetisch bidden. En dat is wat we vanavond gaan doen. Wij gaan vanavond bidden voor de gemeente van de Heer, want wij weten wat de wil van God is. Ja, de wil van God is dat zijn hele gemeente profetisch is. Yes. Hoe weet ik dat? De openbaringbrief zegt, de geest van Christus is de geest, het getuigenis van Christus is de geest van profetie. Dus wij weten wat de wil van God voor zijn gemeente is. Mm. Dat is dat die gemeente profetisch is. Dus dat gaan we bidden vanavond. Ja, ja. Daarom zegt Paulus, ik bid dat God je geeft de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van je verstand. Oh, oh. Eigenlijk wil hij zeggen, ik bid dat je geestelijk scherp bent en dat je beweegt in het profetische. Dat je de Heer beter mag leren kennen. Mm. Verlicht de ogen van je verstand, van je hart. Woe, dat je in je erfenis wandelt, dat je hoop begrijpt. Yes. Paulus bidt precies dit voor de christenen. Mm. En ik geloof dat dat het is wat we vanavond gaan doen. Je, is mooi, hè? Dat is mooi, man. Oh, karabasandarabaya. Wij gaan vanavond bidden dat de gemeente van Christus over heel Nederland... Niet omdat wij volmaakt zijn, we zijn ook onderdeel van die gemeente. Maar als we deze openbaring hebben gekregen, gaan we met elkaar het bidden voor elkaar. Mm. Dat we profetisch zijn. Wow. Dat we rema-woorden krijgen. Rema betekent God spreekt rechtstreeks tot jou. Amen. Toen jij tot bekering kwam, hoorde je letterlijk hoorbaar een stem. Irma, dit is voor jou. Mm. Dat was jouw rema-woord. Amen. Dat was jouw profetisch woord van God. Irma, vroom, dit evangelie is voor jou. Jij mag met dat hele evangelie werken. Mm-hmm. Maar elke christen mag met het evangelie werken. Want het rema-woord is voor ons allemaal. Dus we gaan bidden dat de hele gemeente van de Heer... Wow. Of zullen we in een katholieke kerk zitten... Een hervormde kerk, mm. een baptiste kerk, mm. een gereformeerde kerk, mm. een pinkstergemeente. Doet er niet toe. Nee. Alles wat wederom geboren is. Amen. Wij gaan bidden vanavond dat Gods kinderen... profetisch gaan handelen. Rema woorden gaan krijgen. Yes. Als we dat niet hebben, verandert er niet zoveel. Nee. Want regen tegenhouden en regen loslaten beheerst het hele leven. Hey. Hey. Eigenlijk hey. Door zijn goddelijke openbaring beheerste hij het hele leven. Wow. Als het niet regent, heb je problemen. We hebben regen nodig om te leven. Dus deze man, Elia, was in een positie wat alles beheerste. Elia, een mens als wij... een mens als wij is door God in een positie geplaatst dat hij alles beheerst. Wat hij doet, kan de weerman niet doen. Geen ene weerman kan zeggen, 3,5 jaar lang zal het niet regenen... En na 3,5 jaar zegt het zal regenen. Wat de weerman doet is hij constateert wat er in de atmosfeer gebeurt. Maar hij kan het niet beïnvloeden. Mm. Maar hier is een man onder leiding van Yahweh. Hey. Onder leiding van El Shaddai. Mm. Die beheerst eigenlijk het weer. Mm. Hij beheerst het niet. God beheerst het. Maar omdat hij Gods ambassadeur is. Gods spokesman on earth. Praat hij en beheerst het weer. Dat is wat geldt voor de gemeente van de Heer Jezus. En het is zo belangrijk dat we op dat niveau gaan komen. Want Jezus komt terug, hè? Hij komt terug. Jezus komt terug. Ja. En hij komt niet terug voor het gebouw de doop. Precies. Hij komt terug voor zijn gemeente. Zijn gemeente. Zijn gemeente. Zijn gemeente. Zijn gemeente zonder... Vlek of rimpels is de gemeente die hierin wandelt. Die met hem wandelt. Die dit begrijpt. Prachtig, hè? Ja. Wow. En daarom staat er ook van wat je bindt. Wat je bindt op aarde, mm-mm. moet allang gebonden zijn in de hemel. Mm-mm. Wat je losmaakt op aarde, moet allang losgemaakt zijn in de hemel. Ja. Dat is Elia die weer alles beheerst. Ja. Ja. Zo mooi. Dit is Elia die weer alles beheerst. Geen regen, wel regen. Nou moet je goed begrijpen dat het woord regen in dit verband heeft te maken met het rema-woord van God. En God plaatst zijn gemeente in deze wereld met rema-woorden. Om een land te beïnvloeden.
Wij moeten wakker worden als gelovigen. We kunnen Europa beïnvloeden. Je kan je eigen land beïnvloeden. Je kan je omgeving beïnvloeden met de liefde van God. Als God door jou heen werkt en je omgeving ziet de liefde van God, moeten ze toegeven dat je een levende God dient. En als ze de liefde in jouw leven zien, willen ze het ook hebben. Wat mooi zeg. En we kunnen sterk zijn, we kunnen krachtig zijn. Als ik de Bijbel goed lees, en je mag me corrigeren, maar volgens mij is Jezus Christus het hoofd van de gemeente. Helemaal. En als Jezus Christus het hoofd is, wij zijn zijn lichaam, de gemeente. Ik kan niet geloven dat het hoofd alleen sterk is Precies. zonder het lichaam. Precies. Die twee werken samen. Die twee Precies. zijn met elkaar verbonden. Precies. Wij moeten het als één lichaam Wow. gaan zien. Het hoofd en het lichaam is één. Ja. Zit aan elkaar vast. Dus hoe kan de gemeente zwak zijn met zo'n krachtig en sterk hoofd? Is onmogelijk. Precies. Is niet mogelijk. Is niet mogelijk. Hij is het hoofd, maar wij zijn zijn lichaam. Ja. Ja, maar zijn het is lichaam mogelijk. Is net zo krachtig. Hoort net zo krachtig te zijn als hem. Want daarom zegt hij, zoek rema woorden. Absoluut. Daarom zegt hij, accepteer je plek als een rechtvaardige. Want anders is het hoofd sterk en blijft het lichaam zwak. Maar je zegt het mooi, het hoort niet zo te nee, zijn. Als het hoort het, één te zijn. Het hoort één te zijn. Eén. We zijn één met we Christus. We zijn één met hem. Zoals hij één was met de Vader, zijn wij één met Christus. Je zegt het zo mooi, we zijn één met Christus. Zeg je. Met Christus. Dat is de zalving. Daar zit de kracht. Daar zit de kracht. Ja, amen. Eén met Christus. Amen. Ik vermag alles door Christus die yes. me kracht geeft. Ja, ja. Dit is de sleutel. Dat is mooi. Weet je, misschien mag ik een tekst voorlezen ja? uit in Efeze 4. Is zo mooi. Want daar spreekt Paulus tot de gemeente. Dat is ook de reden waarom de gemeente wordt toegerust. Door apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dat is toch net zo sterk zijn als Christus? Ja, maar weet je wat de zo grappig is? De volheid van Christus. Ja, hij praat over Christus de hele tijd. Ja. Waar is het, schat? De Efeze 4, Efeze 4, vers 13. Is zo mooi. Man, dit is zo'n rijkdom hier vanavond. Efeze 4 vers. Dus de Heere heeft de gemeente alles gegeven om ons op dat niveau te krijgen. Ja. Vanaf vers 12. Vanaf vers 12, hè? 11. Apostelen, Efeze profeten. 4. Ik heb gelaten, ik moet Efeze okay, hebben. Ik heb hem hier. Ja, ik heb het hier ook. Efeze 4 vers 12. Let op, hè? Lees het nog een keer. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Zowel evangelisten als herders en leraars. Waarom? Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Christus! Christus. Het lichaam van Christus! Christus. Hij wil ons hoger op hebben. Wauw! En het lichaam bestaat uit vele leden. Vele leden. Dat zijn wij allemaal bij elkaar. Wauw, tot Mooi, opbouw van het lichaam van Christus. Christus. Maar er staat hier tot de volheid van Christus. Wauw, dat is de volle salving, man. Dat is de volle anointing. Dat is één zijn met hem. Dat is weer profetisch zijn. Ja, dit gaan we bidden vanavond. Amen. We gaan bidden dat de volheid van Christus in zijn gemeente werkt. Wauw. Oh, is dit mooi, Zala, als ik jullie... Is dit mooi wat we hier horen vanavond, of niet? Dat is het woord van de levende God. U die zit te luisteren. Dit is geen verzinsel van Edgar en Irma Holder. Het staat er. Dus je ziet Elia weer in deze geschiedenis. Want Elia was een profeet. Hij was profetisch. Je zou gewoon zeggen, Christus was bij hem. Want Christus is de zalving. En God heeft de vijfvoudige bediening gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Om te komen tot de volheid van Christus. Wauw. Dus dat is mooi, hè? Is hartstikke mooi. Laat ons erbij gaan staan vanavond. Ook u die thuis bent. Wij gaan bidden voor de gemeente van de Heer. Dat Christus zijn plek krijgt in het lichaam. Wow. Oh schat, dit is zo mooi, dit is zo mooi, dit is zo mooi, dit is zo mooi. Wij gaan bidden, zowel hier in de zaal, met de worshippers die hier zijn. Als u die thuis bent, voor de openbaring van Christus in de gemeente van de Heer. Zodat je, net als Elia, kan wandelen in rema. Want de Heilige Geest gaat tot je praten. Je kan bidden op grond van je rema inzicht.
En je kan proclameren op grond van je rema inzicht. En dit is niet alleen voor Elia of alleen voor profeten, herders, leraars, evangelisten en die vijfvoudige bediening. Want die vijfvoudige bediening is om ons allemaal toe te rusten. Wauw, laten we ons hand op even tot de Heer vanavond. We doen voorbeden voor de gemeente van Jezus. Hier in Nederland en wereldwijd. Vader, we komen tot u vanavond. Iedereen vraagt God dat Christus zijn plek zal innemen in het lichaam. Kom, elke persoon die hier is in de zaal, begin God te vragen dat Christus zijn plek inneemt in het lichaam. Dat we ons openen voor de Heilige Geest. Dat we komen tot de volheid van Christus. Dat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. Dit is niet alleen voor LSM. Dit is niet een gebed alleen voor de levende steengemeente. Zeker ook voor de levende steengemeente. Maar dit is een gebed voor elke wederom geboren christen. Wereldwijd. Wereldwijd. Hier in Nederland, Europa, Afrika, het Caribisch gebied, China, Amerika, wat het ook is. Vader, wij vragen vanavond dat de Heilige Geest zijn plek inneemt in het lichaam. Zonder de Heilige Geest kunnen wij het werk van u niet doen, Heere Jezus. We bidden voor de volheid van Christus in de gemeente. Wow, thank you, Lord. Heer, de ene zegt misschien ik ben katholiek, de ander zegt ik ben hervormd, de ander zegt ik ben gereformeerd, de ander zegt ik ben van de charismatische groep. Maar één ding is zeker, we hebben allemaal Christus nodig. En we bidden vanavond voor de volheid van Christus in het lichaam van Jezus Christus. Dat christenen rema woorden horen. Dat we rema woorden horen. Dat we uw stem horen, uw stem verstaan. Toen kwam Elia met het woord van God. Heer, dat we ook met het woord van God zullen rondlopen. Ook in deze COVID-situatie waarin we zijn. Dat we met het rema woord van God rondlopen. En de vijand onderwerpen. Dat we dingen kunnen tegenhouden in de naam van Jezus. Elia beheerste de regen. Door de kracht van zijn rema-woord. En wij kunnen omstandigheden beheersen. Door de kracht van ons rema-woord. Want Elia was een mens net als wij. Elia beheerste de regen. Door zijn rema-woord. En wij kunnen ook omstandigheden beheersen. Door rema-woorden die ons geeft. Wij openen ons voor rema-woorden, Heer. Wij willen ook ons hart vrijhouden voor uw Vader. Er staat vergeeft elkander, beleid elkander de zonde. Heer, we willen ons hart vrij hebben. We zijn niet volmaakt, maar we kunnen wel oprecht zijn. We willen oprecht zijn, toegewijd zijn, integer zijn. Halleluja, niks in ons hart tegen een ander hebben. We hoeven het niet met alle mensen eens te zijn. Maar we willen niet tegen mensen zijn. We houden van mensen, halleluja. En Vader, wij openen ons vanavond voor rema woorden van God. Dat we uw stem horen. Laat er een toerusting van de Heilige Geest in het lichaam zijn. Zo krachtig dat christenen wereldwijd uw stem horen. Dat we dingen kunnen veranderen. Dat we dingen kunnen veranderen. Dat we de boze kunnen blokkeren. Dat we mensenlevens kunnen zegenen in Jezus' naam. Dat we onheil kunnen afwenden in Jezus' naam. En dat we heil kunnen proclameren. Want Elia proclameerde heil. Het gaat regenen, zei hij. Mankarabasandarabaya. Vader, voor het lichaam van Christus bidden wij vanavond voor rema woorden. We bidden voor de openbaring van Christus in ons aller leven. Dat we inzicht krijgen, begrip krijgen. We binden de vijand. Open dove oren, Heer. Open ogen die blind zijn geestelijk. Geestelijk dove oren, ga open in Jezus' naam. Geestelijk blinde ogen, ga open in de naam van Jezus. Oh, elke gelovige brengen we onder de zalving van de Heilige Geest. De volheid van Christus in de gemeente. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Oh, we bidden voor personen vanavond. We bidden voor elke persoonlijke christen. Elke christen persoonlijk. Voor de volheid van Christus in hun leven. We bidden voor gezinnen, christelijke gezinnen.
voor de volheid van Christus. Kom, bid voor christelijke gezinnen. Dat de volheid van Christus in het gezin gaat werken. Open je mond, vraag God dit. Heer, we bidden voor christelijke gezinnen. Dat de volheid van Christus in die gezinnen zal werken. In de naam van Jezus. De gezinnen. De volheid van Christus in de gezinnen. In de naam van Jezus. Dat gezinnen profetisch zullen zijn. Dat gezinnen profetisch zullen zijn. Dat personen profetisch zullen zijn. Oh, laat de geest van profetie werken. Laat de geest van profetie werken. Bij gezinnen, bij personen. Laat de geest van profetie werken in de gemeente van de Heer. Woorden van kennis. Woorden van wijsheid. Geestelijk begrip. Inzicht. Oh, laat het resulteren in bescherming. Laat het resulteren in bewaring. Laat het resulteren in doorbraak. Manka rabasanda rabasoto robosekei. Spirit of Revelation. Spirit of Revelation. De geest van Christus over het lichaam. Dat we woorden horen. Dat we woorden van God horen. Dat we rema woorden krijgen. Dat we bewegen onder de salving van de Heilige Geest. Mambra katatata rasoto. Rika takatata rasaya. Dank u wel voor uw woord, Heer. We hebben uw woord gehoord, halleluja. Yeah. U wil ons hoger op hebben. U wil ons hoger op hebben. En Heer, we willen gehoor geven aan dat woord. Dit is ons seizoen. Dit is ons moment. Oh. We grijpen het. Wow. We strekken ons ernaar uit. Wow. En we zeggen met elkaar, dit is wat we willen. We willen deze grote rijkdom niet laten liggen. Maar we willen opstaan. Hey. We willen erin wandelen. Yeah. Keuzes maken. Ik wil behoren tot die glorieuze gemeente. Die gemeente die wandelt in overwinning. Die gemeente die gaat van kracht naar kracht. De gemeente die gaat van overwinning naar overwinning. Die gemeente die wandelt in glorie. Naar glorie. Naar glorie. Naar glorie. Dit is wat we zoeken, Heer. Dit is wat we verlangen met elkaar. Dit is wat we nodig hebben. Oh, Mandarabahaya. Dit is geen bezighouden. Dit is noodzakelijk. Dit is noodzakelijk. Dit is noodzakelijk. Dat we opklimmen naar de volheid van Christus. De volheid van Christus. Mandarabahaya. We zetten de geest van wijsheid. De geest van openbaring. We zetten het vrij. We zetten het vrij. Die hem zoeken, alle die bij hem kloppen, alle die tot hem roepen, dat u zal antwoorden, u zal open doen, u zal mandarabahaya, u zal gevonden worden, wij zullen uw stem horen, wij zullen rema worden ontvangen, wij zullen openbaring krijgen en wandelen zoals Elia gewandeld heeft, mandarabahaya. Ik open mijn hart daarvoor. Wij openen ons hart daarvoor. Mandarabahaya. We willen doeltreffend bezig zijn. Doeltreffend bezig zijn. Heya Rabahaya. Want de Heer zegt, de schepping wacht. Deze schepping wacht. Deze schepping wacht. Op het openbaar worden. Op het openbaar worden. Van de zonen van de Allerhoogste. Diegene die Gods kracht kunnen demonstreren. Diegene, Handa Rabahaya. Die in liefde kunnen wandelen. Diegene, Haya Rabase. Die handelen als Jezus. Die wandelen als Jezus. Die spreken als Jezus. De schepping heeft het nodig. Dat is de gemeente die u wil. Dat is de gemeente die u wil. Dat is de gemeente die u zoekt. Hey, Rabaha. Laat ons, oh, Rabba. Open je hart. Open je hart. En open je mond. Laat de Heere weten.
dit verlangt, dat je dit zoekt, dat je dit wil, boven alle andere dingen. Hey, Rabaha, neem een moment, neem een moment nu. Neem een moment en open je mond, start je hart uit. Hey, ja, Heer, met alles wat in mij is, met alles wat in mij is, met alles wat in mij is. Dit is beter, dit is beter dan al de rijkdom van Egypte, dan al de rijkdom van de wereld. Het is beter, dit is zoveel beter om in uw kracht te wandelen, in uw wil. Ze zei, dit is zoveel beter. Dit gaat alles te boven, halleluja. Maya Rabahaya, yes Rabahaya. Als we doorbraak willen, moeten we op dit niveau komen. Als we door willen breken, zal ons hart zo moeten zijn. Als we door willen breken. Hey Rabahsandrokomo, u heeft ons nodig. Hij heeft ons nodig. Hij heeft ons nodig. Hij heeft ons nodig. Hij heeft ons nodig. Tempels die hem eren. Tempels die zijn woord eren. Hij heeft tempels nodig. Hij heeft tempels nodig. LSM is zo'n tempel. LSM is zo'n tempel. LSM is zo'n tempel. Hey, Rabahaya. We zullen zoeken. We zullen kloppen. We zullen roepen. Hey, Rabahaya. Omdat we weten dat u leeft. Halleluja. Wij willen in lijn zijn met uw wil. We willen in lijn zijn met uw plan. We willen in lijn zijn met uw woord. Hey, Rastasso. Om resultaten oogsten. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dit woord gaat in vervulling, halleluja. Dit woord gaat in vervulling. Ja, 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 ja. We zijn een profetische gemeente. Die glorieuze gemeente. We zullen wandelen gemeente. In Rema. Yeah. We zullen volgens Rema bidden. We zullen volgens Rema proclameren. We proclameren doorbraak. We hebben Rema voor doorbraak. Zo is dat. We hebben Rema voor doorbraak. Wij proclameren doorbraak. In het bovennatuurlijke. Yes, in het bovennatuurlijke. Doorbraak in tekenen en wonderen. Doorbraak, manna rabaha, in bovennatuurlijke genezingen. Doorbraak in financiën. Doorbraak in huwelijken. Doorbraak bij onze kinderen. Doorbraak bij onze tieners. Doorbraak in de gemeente. Doorbraak in de gemeente wereldwijd. Doorbraak. Doorbraak in eenheid. Doorbraak in liefde. Doorbraak in samenwerken. Doorbraak. 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 Laat het gebeuren. Doorbraak. Laat het gebeuren. Laat het gebeuren zoals God gezegd heeft. Wij zeggen amen tegen het woord van God. Al uw beloften zijn ja en amen. De erfenis is ja en amen. Wij leggen onze hand erop. En wij zeggen, we hebben doorbraak. Niet alleen LSM, maar uw gemeente wereldwijd. Wereldwijd. Er is maar één lichaam. Ja, er is maar één lichaam. Er is maar één God. Elke er is maar één weg. Hotaba. En er is maar één lichaam. Halleluja. We geloven het. Yes. Voor dit huis. Yes. Wonderen en tekenen. Blinde ogen die opengaan. Dove oren die horen. Yes. Kanker wat verdwijnt. Hey, come on. Oh. Yes. Vervelende ziektes. Ja, ja. Oh, waar geen antwoord op is. Dat er een antwoord komt in Jezus' naam. We hebben hier namen van mensen die we hebben opgeschreven voor gebed. We geloven in doorbraak voor ze. We nemen Hartley mee. We nemen Gerrit mee. Er zijn zo'n paar van die vrienden van ons. We nemen ze mee. We noemen deze namen, maar er zijn nog allemaal namen die erbij horen. En we nemen alles ermee. Kenneth Robinson. Oh, wel Wijnaldum. Halleluja. Hartkamp, Harders, Malas, Ellen, Elia, Raka en vele anderen. Stuart. Oh, en zoveel anderen. We zetten de kracht van God vrij van doorbraak in al deze mensen. Wij binden ziektemachten vanavond. Wij binden machten van ziekte, want wij zijn profetisch.
En we hebben de God van Elia met ons. We binden ziektemachten in Jezus' naam. Wij verbreken de vloek van ziekte. Die christenen proberen vast te houden. We breken het in Jezus' naam. We zetten lichamen vrij. Heer, u heeft ons geroepen om deze dingen te doen. U zegt, wat wij binden op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Wat wij hier losmaken zal daar losgemaakt zijn. We zetten zieken vrij. In de naam van Jezus. Bovennatuurlijke wonderen. Doorbraak in lichamen. Doorbraak in lichamen. Doorbraak in lichamen. Dan monden. Doorbraak in lichamen. Doorbraak in lichamen. Manka, buta, rabba, saka, raka, seko, rabba, hata. In de naam van Jezus. Wij geloven in wonderen. Wij geloven in tekenen. Dit is het rema-woord van God voor vandaag. Wonderen. Tekenen, yes. Doorbraak, yes. Verlossing, yes. Overwinning, yes. Glorie aan zijn naam. Yes. Halleluja, yes. Halleluja, bovennatuurlijke wonderen. De gemeente zoals de gemeente hoort te zijn. Amen. Oh ja, ja. Het is geen zwakke gemeente, het is een krachtige gemeente. Laat zien te gaan. De wereld zal naar ons toe rennen. Ja, zo is het. Manda, rabba, er zal hulp gevonden worden. Ja, zeker. Er zal een thuis gevonden worden. Yes. Er zal hoop gevonden worden. Er zal blijdschap gevonden worden. Er zal kracht gevonden worden. Saka, manda, baba, hata, hey. Dank u, Jezus. Halleluja. Wat zetten we vrij vanavond? Want we zijn profetisch. We wandelen in rema, yes. We bidden volgens rema, yes. We proclameren volgens rema. Wow. En we zeggen zieken, we zetten jullie vrij in de naam van Jezus. Bedroefde dat er hoop komt en troost komt. Moeilijke situaties en gezinnen, dat ze veranderen in Jezus' naam. Financiële stroppen rondom mensen nek, dat het vrij komt in Jezus' naam. Zo is dat. Wat het probleem ook mag zijn. Moeilijke huwelijken, moeilijke gezinnen. We zetten ze vrij op grond van het rema, woord van de levende God. Zo is dat. Halleluja. Geen nood is te groot. Geen nood is te groot. Geen nood is te groot. En we zeggen dank u, Jezus. Kunnen we de Heer danken vanavond? Kunnen we hem danken? Kunnen we hem danken? Ook u thuis. Dank hem. Wauw. Wow. Wat een tegenwoordigheid van Gods geest hier, zeg. Halleluja. Wat een zalving hier. Oh. Daarmee zegt God, ik ben jullie gebeden aan het verhoren. De zalving is God die praat tot ons. En zijn aanwezigheid is heel sterk hier. En ik geloof, velen van jullie thuis, je voelt het, je ervaart het. Je weet dat dit niet alleen een menselijk gedoe is, maar dat dit de geest van God is. Ga profetisch wandelen. Ga profetisch proclameren. Ga profetisch bidden. En geloof dat je kandidaat bent om profetisch te zijn. Want het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Met andere woorden, iedereen die van Jezus wil getuigen, moet net als de profeten van God dingen horen. Ik zeg het niet, het staat in de Bijbel. En hoe gebeurt het? Je activeert je geloof ervoor. Je activeert je geloof ervoor. En ik zei vertellen, de rest doet God zelf. Want God zegt, je wandelt door geloof. Dus activeer je geloof dat God dat je gaat praten. Als je niet kan geloven dat je de stem van God hoort, ga je het niet horen. Je moet beginnen om te zeggen, Heer, ik dank u, ik kan uw stem horen. Want ik heb oren om te horen. Amen. En dan gaat er iets groeien tussen jou en hem. Net als dat er iets is gegroeid tussen mijn vrouw en mij al die jaren, gaat er iets groeien tussen jou en hem. En je gaat rema begrijpen. Je gaat profetische dingen begrijpen. Je gaat profetische indrukken krijgen. Je kan zelfs profetische visioenen krijgen. Je gaat Gods tegenwoordigheid in één keer ervaren in allerlei situaties. Je krijgt open visioenen. God kan je zelfs in een geestelijke trance brengen. Dit is de dag voor die dingen. Daarom is het belangrijk om gezond onderwijs te volgen. Een gemeente te hebben waar deze dingen onderwezen worden. Zodat je erin kan groeien. Want God heeft jou nodig. En deze wereld heeft jou nodig. Ik zal zeggen, als je de Heer vanavond niet kent en je hebt zitten kijken, wat let jou om te zeggen, kom in mijn hart, Heer Jezus. Ik wil ook uw kind worden. Wat we hier doen is geen spelletje. Wat we hier doen is niet een uit het hoofd geleerd lesje. Dit is ons leven. Jezus leeft, halleluja. En mensen die kijken nou, als je zegt, ja, het heeft me aangeraakt, man.
Ik begrijp niet alles, maar iets heeft me aangeraakt vanavond. Ik wil ook Jezus in mijn hart hebben. Alles wat je hoeft te doen is ja tegen hem te zeggen. En te accepteren dat hij je gebed verhoord heeft en dat hij je vergeven heeft. Blijf ons volgen via onze livestreamdiensten. Je kunt je ook laten registreren om naar de samenkomsten te komen. Stuur ons een mailtje naar info@lsm.nl en we zullen reageren erop. En mensen die kijken die ziek zijn en je stelt mijn gebed op prijs voor gezondheid. In de naam van Jezus, de God die mij geroepen heeft om tegen ziekte in te gaan, in zijn naam bestraf ik elke macht van ziekte om je los te laten. En het maakt niet uit wat het is. God heeft geen restrictie gemaakt. Hij heeft gezegd, bid voor de zieken. Hij heeft gezegd, ik geef je macht over alle, om alle zieken te genezen en alle demonen te onderwerpen. Ik geef je macht boven alle boze geesten en om elke ziekte te genezen. Dat staat in de Bijbel. Wij nemen het aan in geloof. En als je met mijn geloof wil staan vanavond, wat dat ding ook mag zijn wat je hindert, ik verbreek het, ik bestraf het in de naam van Jezus. Ik zet je vrij om in vrijheid te leven, want Jezus is gekomen om je vrij te maken. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij gemaakt. Dat is ook vrij van ziekte hoor. En vrij van zwakte. En vrij van depressieve machten. En vrij van ik weet niet wat allemaal zaken die je willen kapot maken. Jezus is gekomen om je vrij te maken. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En 3,5 jaar lang heeft het niet geregend. En toen bad hij weer een gebed en het regende. Die power heeft alleen de levende God. En God wil jou als zijn kind met deze dingen gebruiken. Heel veel zegen hiermee. Morgenochtend heb ik een woord van God voor LSM. En alle mensen die zitten te livestreamen als je zelf geen eigen gemeente hebt. En ik zeg je de titel nu al. Zondag is goed, maandag is beter. En morgen ga ik dit uitwerken voor je. Openbaring van God. Zondag is goed, maar maandag is beter. God is niet alleen een God van zondag. Wauw, de rest komt morgen. Heel hartelijk welkom. Vertel het aan vrienden. Hè. Gebruik je social media om vrienden te vertellen dat we morgenochtend een speciaal woord voor hun hebben. Het zal ze zegenen, het zal ze opbouwen en tegen u zeggen, wandel in de geest van Elia. God zegen en tot gauw. Prijs Heer. Kunnen we de Heer prijzen met elkaar mensen. Amen.